BDO Direct is voor mij in twee woorden groot en toch persoonlijk. Groot in de zin dat ze verschillende oplossingen aanbieden en persoonlijk in de relatie. We zijn in Amsterdam, in de Halle. We zitten in de oude tramremise. Ik ben van halte 3. Onder halte 3 zitten drie horecaconcepten. Een restaurant Midwest, brasserie halte 3 en de foodhalle. De foodhalle is denk ik wel het eerste in zijn soort. Waar je allemaal verschillende eetkraampjes hebt onder één dak. We zijn al in het vroeg stadium in aanraking gekomen met BDO. Wat we graag wilden is iemand die met ons kan meedenken, ook mee kan groeien. En BDO is wel een partij groot genoeg om met ons mee te kunnen groeien. BDO doet naast accountie ook de administratieve inrichting, maar ook advisering op verschillende vlakken. Op fiscaal gebied, juridisch, personeel, eigenlijk de hele bedrijfsvoering aspect. Wat ik echt belangrijk vind is dat vertrouwenspersoon echt meedenkt vanuit de klant. Wat ons echt bezighoudt en daar ook vooral ook opties aanbiedt. Meedenken aan de oplossingen. Het levert concreet op minder koppijn. Ik vind het belangrijk als je een bedrijf opzet dat wij gewoon bezig kunnen houden met wat wij goed in zijn, dat is horecabedrijven. En al het andere is meehelpen ontzorgen en dat doet BDO. Het meest trots op dat we toch iets neergezet hebben wat blijkbaar uniek is in Nederland. We krijgen veel aanvragen binnen de horecawereld, rondleidingen. We zijn in één keer trendsetters. Mijn naam is Chingen Chung, ik ben directeur bij halte 3.